Middels deze video wil ik u graag meenemen naar alle systemen die in het MBUX systeem zitten met betrekking tot de assistentiesystemen, de voertuigsystemen en de systeeminstellingen van de auto. In de instellingen van de auto onder het kopje assistentie vind je onder andere de knop camera en parkeren. Hier kunt u het volume van de parkeersensoren instellen. U kan daar instellen of dat hij wat vroeger moet waarschuwen dan normaal. Als u bijvoorbeeld vindt dat de parkeersensoren niet snel genoeg reageren. Als u naar beneden scrolt, dan kunt u ook inzetten of dat de achteruitrijcamera automatisch aan en uit moet gaan bij het inschakelen van de achteruitversnelling. Nou, de manoeuvreerondersteuning, dat is een optie die soms wel, soms niet op de auto zit. Dat is een beetje afhankelijk van de samenstelling van de auto. Maar deze die helpt dus op lagere snelheid de auto te manoeuvreren. Mocht er bijvoorbeeld in één keer iemand oversteken of iets op de weg staan. En als jij dan een stuurbeweging maakt, dan merkt de auto dat op en dan versterkt hij dat, zodat je zeker niet ergens tegenaan gaat rijden. Hier bij het knopje camera afdekking openen, kunt u de achteruitrijcamera openen om hem eventueel schoon te maken mocht hij wat vies geworden zijn. De volgende optie is de verkeerstekenassistent. Deze leest voor u de verkeersborden en kan in combinatie met de cruise control de snelheid hier automatisch op aanpassen. Hier kunt u aangeven of dat de verkeerstekenassistent u alleen optisch of optisch en akoestisch moet waarschuwen als u de snelheidsgrens overschrijdt. U kan hier ook aanpassen wanneer dat de auto u moet gaan waarschuwen. Dat kan van 0 tot 10 km per uur harder dan de toegestaande snelheid. Bij het knopje limietovername kunt u aan of uitzetten dat de cruise control automatisch de nieuwe geldende snelheid overneemt. En u kan hem ook nog zeggen of dat hem wel of niet wil weergeven in het centrale display. De actieve spoorassistent. Hier kunt u instellen of dat deze standaard moet ingrijpen of wat gevoeliger. Bij gevoelig zal hij wat sneller reageren wanneer u tegen een lijn aankomt of als er eventueel een auto naast u rijdt. En u kan hem natuurlijk ook gewoon volledig uitzetten voor de rit. Als u het contact van de auto dan weer uitzet, dan zal deze weer teruggaan op standaard. De actieve remassistent. Deze zorgt met de radar voor in de auto ervoor dat u geen ongeluk krijgt met de auto die voor u rijdt. Als de auto voor u plotseling remt, dan zal de auto hierop reageren. Eerst zal hij een akoestisch signaal geven en daarna zal die, als u geen reactie geeft, automatisch gaan remmen. Hier kunt u instellen of dat hij daar heel vroeg op moet reageren, gewoon normaal op moet reageren of pas heel laat op moet reageren. Of hij kan natuurlijk ook volledig uit. De Attention Assist. Deze die laat u weten dat als u op een wat langere reis bent, dat het misschien een keer nodig is om een keer een pauze te nemen. Deze die houdt gewoon rekening met uw rijgedrag en als u binnen een bepaalde tijd wat vaker over de lijn komt of dat de systemen wat vaker moeten ingrijpen, dan zal de auto gaan aangeven dat het misschien verstandig is om even een kleine rustpauze te nemen. De actieve dode hoekassistent die zit in de spiegels, die werkt ook samen met de parkeersensoren voor en achter en die houdt rekening met de auto's die u links of rechts inhalen en als u dan zelf wil inhalen zal die weer een signaal geven dat dit op dit moment niet kan. De actieve rijstrookwisselassistent is een systeem dat samenwerkt met de adaptieve cruise control. Als u op de adaptieve cruise control rijdt en u wil een auto gaan inhalen en u zet uw richtingaanwijzer aan, dan zal de auto automatisch gaan inhalen als de omstandigheden dat toelaten. Hij werkt daarbij samen met de actieve dode hoekassistent om ervoor te zorgen dat u niet bovenop een andere auto rijdt. Onder het kopje voertuig vindt u meerdere voertuiginstellingen. Hier kunt u onder andere de winterbandenlimiet instellen. Mocht u winterbanden hebben onder de auto die maar een bepaald kilometer per uur mogen rijden, kunt u dat hier instellen. Als u stoelen heeft met volledig elektrische functies en massage, kunt u hier de automatische stoelinstelling kunt u aanpassen. U kan aangeven of dat de gordelaanpassing moet werken. De gordelaanpasser die zorgt ervoor dat wanneer u gaat rijden, de gordel iets aangetrokken wordt, dat die altijd goed strak zit. U kan daar instellen of dat de auto een akoestische melding moet geven als je de auto op slot doet. U kan daar aangeven of dat de deuren automatisch op slot gaan als u gaat rijden. En u kan daar ook aangeven of dat de spiegels dan wel of niet automatisch moeten inklappen als u de auto op slot doet. En verder kan die ook nog in combinatie met het navigatiesysteem, als de auto aangeeft dat die op brandstofreserve gaat, het dichtstbijzijnde tankstation voor u vinden, zodat u meteen kan gaan tanken. Als laatste vinden we daar ook de optie ruststand. Deze is voor als u de auto wat langer wegzet. Stel u gaat 4 weken op vakantie, dan kunt u hier de auto in de ruststand zetten. Dan zet de auto zich meteen volledig uit om de accu te besparen.
Houd er dan wel rekening mee dat het alarmsysteem van de auto op dat moment niet werkt. Onder de knopje verlichting vindt u een van de gaafste dingen van het nieuwe MBUX systeem. Dat kunt u daar instellen, namelijk de sfeerverlichting. Nou, de sfeerverlichting is in te stellen in 64 verschillende kleuren. Deze kunt u of meerkleurig doen en dan kunt u kiezen uit een vast kleurenpalet die hij dan zal afspelen. Als u hem niet op meerkleurig zet, kunt u zelf een van de 64 kleuren kiezen, zodat u in principe elke dag een andere kleur zou kunnen kiezen. Als de auto op meerkleurig staat ingesteld, dan kunt u hem ook, is die bij de animatie veranderd, dus de sfeerverlichting continu van kleur. U kan dan ook instellen dat de welkomstverlichting aangaat, dus zodra u de auto open doet, dat dan ook de sfeerverlichting in de auto aangaat. En u kan hier instellen of dat de sfeerverlichting moet meegaan met de klimaatregeling. Dus als u dan de auto wat warmer zet qua temperatuur, dan wordt het tijdelijk wordt de sfeerverlichting even rood. En als u hem wat kouder zet, zal die naar blauw toe gaan. Ook kunt u onder het knopje verlichting kunt u nog de helderheid van de sfeerverlichting aanpassen van 0 tot 100%. Verder kunt u onder het knopje verlichting kunt u ook de uitschakelvertraging buiten kunt u instellen van 0 tot 60 seconden. Dit is dan hoe lang de buitenverlichting blijft branden zodra u de auto weer op slot doet. Deze geldt ook voor binnen. Deze die zal ook 30 seconden of 15 seconden blijven branden en dan zal die automatisch uitgaan. Met auto's uitgerust met het LED Intelligent Light systeem, die kunt u hier aan en uitzetten. En verder kunt u ook nog de oriëntatieverlichting van de auto aan of uitzetten. Het laatste onderwerp van deze video zijn de systeeminstellingen. Hier kunt u de instellingen van het systeem van de auto wijzigen. Allereerst kunt u de stijl en weergave kunt u aanpassen naar uw eigen persoonlijke wens. Deze stijlen, dat zijn er een paar verschillende. Bij deze, omdat het een AMG is, zit er ook supersport tussen. Bij de niet-AMG modellen zijn ze klassiek, sportief of progressief. Hiermee wijzigt u de kleurstelling van het systeem, maar ook de manier hoe de klokken aan de linkerkant worden opgebouwd. Ook kunt u hier de helderheid van het display kunt u instellen. Dit kan 's nachts, kan het display nog wel eens vrij heftig zijn. Dat kunt u hier dan instellen dat die wat donkerder is. Ook kunt u hiervoor kiezen om het display volledig uit te zetten. Dit zal dan gaan om het rechterdisplay. U blijft dan de muziek en alles wel horen, alleen staat het scherm zelf dan uit. Een andere instelling is om het dag- en nachtdesign aan te zetten. Over het algemeen staat deze op automatisch. En als het dan wat donkerder wordt, zal het scherm samen met de sensoren zal die gaan reageren op dat het donkerder wordt. U zal dan ook zien dat de navigatie een andere vorm krijgt en een andere kleurstelling. Een auto met MBUX is natuurlijk uitgerust met heel veel touchmogelijkheden, zowel op het stuur als in het middenconsole. Onder het knopje bedieningselementen, daar kunt u aanpassen hoe de gevoeligheid is van de touchpads op het stuur en die in het middenconsole. Ook kunt u daar instellen of dat deze een klikgeluidje moet geven of niet. Onder het knopje Linguatronic kan je de spraakbesturing van uw Mercedes aanpassen. Hier kunt u namelijk in- en uitschakelen of de auto reageert op het Hallo Mercedes of Hey Mercedes systeem van het MBUX. En verder kan je hier aan- of uitzetten of dat hij de online spraakbediening wil gebruiken. Bij de actieve parkeerassistent kunt u het volume van de waarschuwingssignalen instellen, zodat ze wat harder of wat zachter doorkomen wanneer u de auto zichzelf laat inparkeren. Ook de toonhoogte kan hier ingesteld worden tussen wat lagere en wat hogere tonen. Net als bij de parkeersensoren onder het knopje voertuig kunt u hier ook instellen dat hij wat vroeger moet waarschuwen. Onder het knopje wifi en bluetooth kunt u instellen welke instellingen dat u aan wil hebben. Onder andere dus de bluetooth of u die aan of uit wil in de auto. De NFC voor zover dat in sommige auto's wel of niet zit. En u kan de wifi aan en uitzetten. Ook kunt u de hotspot hier aan en uitzetten voor andere apparaten. En u kan de hotspot eventueel ook activeren als deze, zoals bij deze auto, niet ingeschakeld staat. Dit werkt samen met het abonnement wat via Mercedes Me aan te schaffen is. Bij tijd en datum kunt u de tijd en de datum aanpassen. Over het algemeen gebeurt dit automatisch, omdat dit zo ingesteld staat in uw nieuwe Mercedes-Benz. Onder taal kunt u de taal aanpassen. Bij de maateenheden kunt u eventueel de klokken van kilometer per uur naar miles per hour zetten. Of u een keer zijn in een land waar dat ze met miles rekenen, kunt u dat hier heel makkelijk omzetten. Verdere zaken hier zijn meer voor de werkplaats. Dit zijn licentieactiveringen, software updates. Hier kunt u dan nog wel zelf zien of er een software update op dit moment naar de auto toegestuurd wordt of niet.
Hier kunt u zelf ook nog, mocht u het willen, uw systeem backuppen op een USB-stick. Mocht u bijvoorbeeld heel veel persoonlijke informatie erop hebben, kunt u dit hier erop zetten, de auto leeg bij de werkplaats indienen en daarna via de USB-stick uw informatie er weer terug opzetten. Ook kunt u hier het scherm beveiligen met een pincode. U kunt hier nog wat systeeminformatie vinden. En als laatste kunt u het bij terugzetten, het systeem volledig terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Hierbij verliest u alle data die op de auto staat en staat de auto weer gewoon in de fabriekstand. Dit was in het kort de instellingen van de auto. Mocht u nog meer vragen hebben over uw nieuwe auto, neem dan contact op met uw verkoopadviseur of met de productexpert op de vestiging.